In recreatiegebied de Heihorsten in Zomeren is aan de Heikantstraat Park Zomerdaal verrezen. Daar komen diverse recreatiewoningen. Monique Martens liet zich door eigenaar Hans van Zeggelen rondleiden. Nou, we staan hier bij het eerste huisje wat gebouwd is op Zomerdaal. Ik zie dat er met zonnepanelen gewerkt wordt. Ja, inderdaad. Hè. Het is echt, we proberen voor het milieu zo goed mogelijk bezig te zijn en duurzaam te zijn. Ja. En dat is een open haard. Ik neem aan dat die dan ook niet op gas is. Die is niet op gas. Nee, elektrisch. Ja. Wordt alles elektrisch voorzien? Ja, en er komen ook nog warmtepompen in. Hè. Rond aardwarmte gaan we ook nog mee werken. Ja. Dus, en verder komt er gewoon elektriciteit te liggen. Hè. Ja. Ja. Van welke materialen zitten daar duurzame materialen in verwerkt? Ja, we hebben alleen maar duurzame materialen waar geen onderhoud aan hoeft te gebeuren. Hè. Dat ziet u ook aan het gebouw, dus ja. Allemaal materialen waar u vanaf bent. Ja. En ook heel lang garantie op krijgt. Heel lang garantie en heel weinig onderhoud. Want ja. Ik denk dat de doelgroep waarvoor je dit doet, willen eigenlijk niet meer werken, toch? Nee. Dus daar zijn we dan ook voor, om de tuin netjes bij te houden en alles. Dus dat mensen echt zorgeloos kunnen recreëren hier. Ja, ja. Oké. Okay. We gaan een kijkje nemen met het andere gebouw. Ik ben erg nieuwsgierig. Nou, ik zie dat het is ook al mooi aangelegd. Hè. Het ziet er op picobello uit. Maai je dan ook zelf het gras? Ja, nog wel hè. Jazeker, dat is ook de bedoeling hè. Ja, blijf je dat ook doen? Ja, dat blijf ik wel doen. Vind ik leuk om te doen. Ik vind de tuinwerken sowieso heel leuk. Ja, altijd. Ook als het heel veel tuintjes zijn? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké, nou, we gaan kijken. Ik ben reuze nieuwsgierig hoe het er binnen uitziet. Van harte welkom. Dankjewel. Hans, we zitten hier in een van de huisjes van Zomerdaal. En het is zover. Het is eigenlijk zover dat het er staat. Inderdaad. Hoe ben je erin gerold? Nou, ik ben er eigenlijk ingerold door Jos Menne. Dat is eigenlijk directeur van de Oostappengroep. Ja. En die komt hier wel eens een bakje koffie drinken. En Jos zei, is dat niks voor jou? Ik zat helemaal niet in deze branche. Dus ik was, ik verschoot er een klein beetje van. En Jos zei, nou, jij ligt met het gebied hier in de Heihorsten. Je woont hier al heel lang. Je weet hoe het er allemaal uitziet. En ja, de zijkant hier ging het nou vanaf niet, de vlotte dan vanaf niet. We hebben jaren stilgelegd gelegen eigenlijk, zeg maar. En zei Jos, moet jij proberen dat jij de poten kunt zetten. Dus Jos naar de gemeente en die vond het een uitstekend idee. En die kwam dus meteen terug en zei, dat gaan we doen. En zo is het eigenlijk ontstaan. Het is eigenlijk Jos de schuld geweest. Het is Jos de schuld. Ja. Maar jij hebt volmondig ja gezegd. En nu zit je hier in een van de huizen van Zomerdaal. De naam Zomerdaal, zelf bedacht? Ja, is mijn vrouw bedacht. Ja, ja. Heel mooi. Zomerdaal. Maar wij gaan ook een beetje voor het 50 plus. Hè. Dus het gevoel Zomerdaal, een gezellige wijk. Hè. Ja. Dus dat is eigenlijk de achtergrond. Ja. Wat is de toekomstvisie van jullie? Je wil hier hoeveel huizen neerzetten? We beginnen nu met 13 stuks. Ja. En in de toekomst willen we daar nog 31 stuks aan toevoegen. Oké. Okay. En dan een wijk creëer je met allerlei faciliteiten of alleen wonen? Het is geen wijk natuurlijk, het is een park. Een park sorry, Zomerdaal. Hè? Het is eigenlijk bedoeld voor, het is natuurlijk, je ziet ook wel in de huisjes dat ze vaak geschikt zijn voor alle leeftijden. Ja. Maar onze doelgroep is eigenlijk 50 plus. Mm-hmm. Kun je lekker rustig recreëren en dan genieten van de Heihorst. Er is hier zoveel te beleven. Je zit vlakbij het bos en alle faciliteiten. Ja. Dus eigenlijk hier rustig en lekker verblijven. Ja. En verder het vertier zoeken in de buurt. Oké. Okay. Ja. En zien jullie het dan als recreatiewoning, als tweede woning of als echt permanente bewoning? Ja, permanente bewoning is niet mogelijk op het moment in Nederland. Dus we zien het echt zuiver als recreatiewoning. Ja, als tweede, tweede huis. Tweede huis. Ja. En de faciliteiten hebben jullie dan niet op het park, maar extern? Ja. Daar is het op. Ja, u zit vlakbij de golfbanen, bij de manege, bij de visvijver. Hè, kunt u wandelen, bent overal meteen. Hè. Ja. Dus eigenlijk hoeven wij de faciliteiten niet te doen. Die zijn er al. Die zijn er al. Ja. Dat ligt er al. Ja. Ja. Hoe is de belangstelling vanuit de regio? Die kent deze omgeving al. Jullie hebben onlangs een open dak gehad. Hoe was de belangstelling vanuit? Ja, niet de regio, de verre weg, zeg maar. Ja, nou, weet je, we hebben echt heel veel belangstelling gehad. En we zijn nu echt begonnen met de verkoop. En het komt eigenlijk uit heel Nederland. Hè. Dus wat dat betreft, dat is wel goed. Hoe was het voor jullie om in deze tijd te starten? We zitten natuurlijk toch in een bijzondere tijd qua wat betreft corona. Ja. Hebben jullie met bouw daar last van gehad?
Nee, de bouw niet, want de huizen worden namelijk hier niet gebouwd. Nee. Ze komen met een hele grote vrachtwagen s'nachts. En u heeft een stuk grond, daar wordt uw huis op gezet. En binnen 2 dagen is het huis klaar. Kan er erin. Bankstel er een bedje erin en genieten. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar jouw rol. Want je zegt, het is Jos' schuld dat ik erin gerold ben. Maar hoe zie je jezelf in deze rol? Wat ga je allemaal doen? Ja, wij gaan het park beheren. Ja. Met de Sommendaal BV. Ja. We gaan de bermen bijhouden, we gaan de bosjes bijhouden en we gaan het beheer doen van het park. En wie is we? Met mijn vrouw en ik, Annie en Hans. Ja. Ja. En jullie met z'n tweeën zijn daar verantwoordelijk van hoe het park er verder uitziet? Ja, er komen natuurlijk ook regeltjes natuurlijk. Hè? Dat ik met z'n allen een beetje de regels houden, dat we allemaal lekker met elkaar kunnen zijn en leven. En er zijn regeltjes voor en wij gaan ook toezien dat het allemaal volgens de lijntjes gebeurt. Ja. Ja. Wij horen nu landbouwmachines. Ja. Is er ook voor gekozen dat je zegt, dat dragen we ook uit. Het is echt landelijk wonen met de sfeer van hier. Ja, de sfeer van zomer, buitengebied. Ik stel voor dat we eens een kijkje in het huis gaan nemen. Ja. Ja? Ja, maar goed. Ik wil graag een rondleiding, dus kom maar op. Zijn mensen ook nog vrij om, want nu is dit natuurlijk wit, dat ze zelf hier ook... Ja, binnen wel. Binnen wel. En buiten moet het wel een bepaalde stijl en uitstraling hebben. Hè? Ja. Dat er wel allemaal een beetje een fijne uitstraling, dat het park er helemaal goed eruit komt te zien. Hè? Ja. Dus wat dat betreft... En in welke prijsklasse praten we dan als je dit De prijsklasse, dit soort dingen, dit is vanaf 100.000 euro zonder grond. En pak je de grond of wacht je? Nee, je koopt de grond ook daarbij. Je koopt de grond? Ja, ja, je koopt de grond ook bij. Ja. Okay. Ja. Dus je bent eigenaar van de grond. Kijk, daar hebben we bewust voor gekozen, want als je, het is nogal, het kost natuurlijk geld. Ja. En het is ook wel fijn dat u dan ook eigenaar bent van het geheel. Hè? Als je dan pachter zegt, u bent ook baas op uw eigen stukje grond natuurlijk. Ja. Ja. En als je daar krijg je dan bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren of zo, dat je zegt van nou de gezamenlijke kosten of hoe gaat dat in zijn werk? Nee, we hebben een paar kosten en we hebben geen vereniging van eigenaren. Okay. Dus, maar ik zorg dat het allemaal in goede banen geleid wordt. Ja. Dus dat is wel even. Je blijft het aanspreekpunt samen met je vrouw. Ja, we blijven het aanspreekpunt altijd. Ja. En wij lossen alles op. Dat is geen probleem. Ik denk dat er meer is dan een huiskamer en een keuken. En hier hebben we zo hier door de kamer lopen. Ja. Dan gaan we voorop. Okay. Dan komen we hier bij de eerste slaapkamer. Oh, ik kijk toch heerlijk naar buiten. Ja, lekker naar buiten, hè? Ja. De spoeder staat er nou op, pas de tuin aangelegd. Slaapkamer natuurlijk, hè, met kietramen en schuifdeur erin. Ja, heerlijk. Ja. Het zijn nu nog kleine boompjes, maar dat komt op. Ja. En trouwens, hier achter komt een hele mooie vijver te liggen. Dat komt erin te liggen nog. Oké. De waterpartij. Ja. Dus, en dat bedoelde ik met een van die faciliteiten. Ja. Hoe maak je het park nog mooier? Ja, maar het is meer wandelen. Het is meer wandelen. Ja. En hier verblijven, lekker verblijven. Ja. En echt het vertieren gaan we dan zoeken in de heihorsten. Ja. Dus dat is eigenlijk de opzet. Hier is dus een schuifdeur. Hier zit altijd een deur in. Of even mooi afsluiten. Ja. Nou. Ik kom hier in de badkamer. Ook in haar eigen idee in te vullen natuurlijk. Dit is nu zo, hè? Je hebt er hier een douche. Maar je kunt ook wel een bad hebben. Ja. En alles wat u wil. Ja. Dus wordt helemaal op maat gemaakt. Dit is een showmodel, dus ja. Ja, een warmingsketel. Ja. Wordt er bij toilet. Er is nog veel meer mogelijk bij ons, want elektrische luifels en vloerverwarming. En je kunt het zo luxe maken als je wil natuurlijk. Ja. Ja. Dus, het is mooi maken als je wil. Maar eenvoudig is ook mooi. Ja, en dit is in principe voor 2 personen. Ik zie hier 1 slaapkamer. Nou, we hebben nog 2 grote slaapkamers erbij ook nog. Dan gaan we zo meteen even de deur openmaken. Nou, dat gaan we doen dan. Ja. Kijk, hier komen we een gangetje terecht. Dan heb je nog een slaapkamer. Zo. Ook nog een grote slaapkamer. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Jazeker, hè. Oh, dus met kinderen die op bezoek komen. Geen probleem, helemaal geen probleem. Nou, lopen we even hier. Nou, en dan komt de slaapkamer nummer 3. Moeten we maken zo. Hier hebben we nog eentje. Dus ze zijn best wel groot. Ja, hè? En nogmaals, dit is 80 vierkante meter wat u hier ziet. Ja. En het maakt 100, hè? Dus we kunnen nog 20 vierkante meter groter. Ja, als we het willen. Dus wat dat betreft, ja. Maar je bent hier om te recreëren, dus ja.
Maar je weet het nooit, als mensen willen verhuren, dan, dus je kan eventueel met 8 personen erin dan. Hè? Ja. Dat kan een groter zijn. Hè? Hier is nog een extra toilet, tweede toilet nog erbij. Ja. Ja. Ook weer naar smaak, hè? Dit is die betonlook is daarachter. Ja. Maar dat kan ook anders zijn. Kijk. En hierbij zijn we nog terug in de kamer. Ja, heel goed.